Van harte welkom bij een nieuwe Aan tafel bij Omroep Hulst. En we zijn nog steeds te gast bij één van mijn tafelgenoten van vandaag. We zitten bij spoor 011 in Hulst op de spoor outdoor eigenlijk. Stefan de Vetter, jouw tent. Ja. Je zit samen met Gerard en Herder bij mij aan tafel. We gaan het hebben over de vestingsdagen. Want het was even kielen. De evenementen die even stopgezet waren weer, omdat de besmettingscijfers weer opliepen. Maar het gaat gewoon door natuurlijk. Ja. Laatste weekend van augustus, de vestingsdagen. Hoe zijn jullie allebei daarbij betrokken? Gerard, laat ik bij jou beginnen. Nou goed, ik zei eigenlijk van oudsher de braderie, was jaren terug. Toen was de Reinings- of Reinhardfeest en toen is het overgegaan in vestingsdagen. En hoe lang geleden is dat? De vestingsdagen is ongeveer het derde jaar. Vorig jaar het derde jaar, dus het wordt van het jaar het vierde jaar, omdat er vorig jaar niks was. Ja. Oh, ja. Dus. En jij bent vanaf het begin, vanaf de braderie was je. Vanaf de braderie, een van de grondleggers samen met Monique de Bruin. En nog een x-aantal anderen, de braderie. En toen was de Reinhardfeest en toen vestingsdagen. Vanwaar de wissel? Of ja, hoe is dat gekomen? We hebben toen, ik denk 4 jaar terug, hebben we toen even een soort brainstorm-sessie gehouden. Hier x-aantal mensen, 20, 25 mensen. En toen is er gewoon overlegd en toen is dat eruit gekomen. Dus het idee van. Wat als Stefan ook al eerder aanhaalde, toen over de krabben voor en op dat idee. Want Stefan, kwam jij bij die brainstorm? Ben jij daarbij of was jij al eerder betrokken? Nou, ze hadden me wel al eerder benaderd, ja. Dus en wat zei jij? Ik wil wel meedoen, maar. Ja, ik zei ik wil wel meedoen, maar toch op een andere manier dan dat was. Want wat. Wat zag jij of wat dacht jij van, nou, dit moet echt anders? Nou ja, kijk, die vestingdagen, dat was. Toen heette het nog vestingdagen, nu zijn het vestingfeesten. Vanaf dat moment gewoon vestingfeesten geworden. Maar toen was het, dat zeiden jullie zelf ook altijd, van we trekken de la open. Het vaste draaiboek. Ja, het vaste draaiboek komt eruit. Kijk, en dan waren de vestingdagen dan met dat oudsher van met klederdracht. Natuurlijk, dat was ook leuk, want ze hebben één keer, wanneer was dat, 2010 of zo, de Hulst de stad van, de vestingstad van. Nee, dat was de Reinhardsdagen, toen hadden we de, hoe noemen ze dat ook weer, Reinhard Ommegang. Ja, dat was echt de vestingstad van Nederland was het dan. Ja, en dat was wel enorm uitgepakt, maar ja, dan had ik een ander budget van die dingen. Maar ja, goed, vanaf toen ging dat toch minder en minder en minder. En bij de jeugd vooral was er heel weinig draagvlak voor dat soort evenementen. Ja, dus dat was een moment waarop jullie zeiden, jongens, we moeten het gaan oppoetsen. Ja. Het roer me dan. Ja. Wat was jouw idee? Ja, mijn idee was gewoon om die markt terug te benutten en om toch met artiesten te werken en echt een mooi volksfeest te maken. Kramen eruit? Dat hoeft niet per se, want dat kan ook samen. Kijk, overdag kun je gewoon die kramen benutten en gezellig maken. En dan s'avonds een feest op de markt. Ja. En dat is eigenlijk wel goed gelukt. Dat eerste jaar was het eigenlijk gelijk een succes. Want hoe ziet zo'n weekend? Dat is altijd een weekend en dan een maandag? Dus 3 dagen? Nee, maandag niet, hè. Okay. Dus voorheen was het zaterdag en zondag. En dan hebben we de vrijdag er nog bij gepakt. Ah ja. Een ruim weekend. Hoe ziet zo'n weekend eruit qua programma? Kijk, wat er nu uitziet, vrijdagavond, dan start er een lokale DJ om 8 uur. En dan komt er een lokale band, Gin & Juice. Zo komen jonge gasten. En die spelen ook een uur tot anderhalf uur. En daarna komt 538 met de verroekte stoende. En dan Tigo Roelands, die sluit af op vrijdagavond. Ja, dus echt een groot feest voor de jeugd. Ja. Ja, en dan zaterdag beginnen we om 12 uur of 1 uur mee om lokale bands. En dan zangeressen, coverbands, dweilorkesten. En die spelen overdag op het podium. Ja, voorheen ook door heel de stad, maar nu zal het dan alleen op dat Oranjebolwerk zijn. En dan s'avonds krijgen we wat bekende artiesten, dus Pater Moes Kroen. En dan Flat Out, die band van de eerste jaar, die komt ook weer, zijn coverband. En de Patrick Roelands die sluit af. Dus op zich is het wel een leuk programma. Een vol programma. Ja, en dan zondagmiddag gaan we ook met lokale bands, eigenlijk alleen maar lokale bands. Ja, dus een heel weekend lang muziek en feest, hè? Ja. Gerard, hoe was dat voor jullie, de oudgediende, laat ik het zo zeggen, die altijd een leuke, hè, die braderie organiseren. En dan komt er ineens zo'n Stefan en die zegt, nou, dit is wel leuk jongens, maar dit moet allemaal anders. Nou goed,
is natuurlijk, we moesten veranderen. Dat was bij iedereen wel duidelijk. Dat was iedereen duidelijk. Dus die braderie was afgezaagd. Klaar. De mensen zijn het op duur ook beu. Dus we moesten veranderen. Dus ja, wij waren misschien al eigenlijk stonden enthousiast achter dat idee van Stefan. Feiten. Dus ja, we zijn er eigenlijk misschien al vol in gegaan. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling ook. En voor wie zijn de vestingsfeesten? Wie is het publiek? De inwoners van Hulst. Dus ja. Dat is eigenlijk onze bedoeling. En zo laag mogelijk, zo'n drempel, zo laag mogelijk. Voor heel de gemeente. Voor heel de gemeente Hulst. Ja. Ja. Jong, oud. Ja. Jong, oud, maakt niet uit. Van voor ieder is wat bij ons. Ja. En hoe ziet die organisatie eruit? Hoeveel zijn jullie? Hoe organiseer je het? Een man of 6, 7. Dan beginnen we meestal donderdag overdag beginnen we met opbouw. Dus, ja, maar daarvoor al, hè? Als je al gaat bedenken van, ben je met een club waar je regelmatig mee vergadert? Of waar je... Dat wel, ja, een man of 6, 7. Ja, meestal in januari beginnen we met vergaderen. En dan de ideeën sparren met elkaar en dit en dat. En vooral de evaluatiepunten van het voorjaar ervoor bijpakken van dit moet beter, dat moet anders. Was bijvoorbeeld, de eerste keer had je het georganiseerd en toen moest je het tweede jaar doen. En dan wil je waarschijnlijk, we willen weer iets hoger neerzetten dan de vorige keer. Maar was er bijvoorbeeld na de eerste keer dat je dacht, dit moeten we... Het is altijd afhankelijk van het weer. En het eerste jaar hebben we echt een bak met regen gehad. Met regen op. Dat was ongelooflijk. Dus dat hebben we nu opgevangen met een mooie tent. En overkapping eigenlijk, want die zijn alle kanten open. Maar goed, dan hadden we weer problemen met mensen die eronder rookten. Dan hadden we een boete van de NVWA op ons dak. Maar ja, goed. Dus ja, dat zijn dus van die punten. Daar hebben we nu ook weer een oplossing voor gevonden. In samenspraak met de NVWA en de gemeente Hulst. Daar hebben we ook een oplossing voor. Ja. Dus dat werkt allemaal wel een stuk makkelijker dan. Ja. Dus we proberen wel doelgericht naar oplossingen te zoeken. Want merkte je dat aansloeg, zeg maar, die omzwaai in, van die braderie naar die vestingsfeesten? Ja. Sloeg dat aan? Ja. Je zag hoeveel jeugd had er vrijdagavond op de markt stond. Ja, dat stond gewoon... Volgens mij, ik denk van 1500, 2000 man. Nou ja. Dus had je dat verwacht? Ja, ik had er wel verwacht. Ja, verwacht, ja. Ja, goed, er is gewoon behoefte naar. Kijk, en ook laagdrempelig. Ook voor mensen die geen niet voldoende centen hebben om naar een vestrock te gaan. Of een ander concert of festival te gaan. Ja, die kunnen toch naar daar toe komen dan. Want is het in principe dan vrije toegang? Ja, dat was het wel altijd. Maar nu door de maatregelen zijn we genoodzaakt om toch een ticketverkoop eraan te hangen. Ja. Omdat we moeten kunnen zeggen van het is uitverkocht, sorry, blijf alsjeblieft thuis. Want dat was een dingetje met politie en gemeente van als wat ga je doen met de mensen die niet op de terrein kunnen en mogen. Ja. En dan ja. Ja, want heb je nog wel te maken met regels? Testen voor toegang. Oké, dus er moet getest worden. Ja. Weet jullie, kan dat ook in de buurt van Hulst? Kunnen we hier? Terneuzen, Terneuzen. Ja. Of 2 keer gevaccineerd zijn, dan kun je ook binnen. Ja, dus er wordt dan daardoor ook qua organisatie wel een behoorlijke druk opgelegd. Ja. Ja. Want dan moet je gaan beveiligen, je moet dat gaan controleren. Ja. Hebben jullie daar al een beetje een plan voor? Ja, dat draaiboek ligt in feite klaar. Ja. Dat is klaar. En hoe doe je dat? Sluit je de markt af? Ga je... Nee, we gaan naar het Oranje Bolwerk, hè? We mogen niet op de markt. Oh, je mag niet op de markt. Okay. Dus het moest een afgesloten terrein zijn. Want op de markt had je dan het probleem dat er te veel mensen naartoe komen. En die gaan dan op de terrassen dwalen. Dus ze moeten echt gebied blijven. In de Oranje Bolwerk zetten we eenmaal af met bouwhekken. Ja. En dan maken we de ingang naast Koen de Bruin naar de dierenwinkel. Ja. Daar komt een boog te staan en dan zetten we... Aan de kant er allemaal af met dranghekkers of bouwhekken. Dan moeten we even kijken hoe en wat. En dan komt daar de toegang voor het evenement. Ja, en dan is dus eigenlijk de bedoeling dat je komt daar binnen. Ja, je bent getest of je bent gevaccineerd. Je laat dat zien. Ja. Dan mag je in principe op het terrein. Ja. Zijn er geen beperkingen? Loopt er niemand te controleren van anderhalve meter of iets dergelijks? Nee. Want dan kun je ook geen festival organiseren. Nee. Maar niet op anderhalve meter en dat kan geen doen. Nee. Nou, dan is het natuurlijk... Flinke klus, laten we het zacht uitdrukken, om in deze tijden zo'n evenement te organiseren. Ja. Hoe was het vorig jaar? Wanneer was bij jullie het... Want jullie hadden 2 jaar eigenlijk best wel succesvol. Ja. Jullie zagen veel bezoekers, jeugdenthousiasten werd georganiseerd. En dan dat jaar corona. Hoe viel die beslissing bij jullie? Dat was een domper natuurlijk. Ja. Vorig jaar hadden we ook uit moeten stellen, af moeten zeggen.
Dus ja, dat is gewoon jammer. Ja. Kijk, en dan moet jij in feite weer helemaal opnieuw beginnen. Ja, heb je dat gevoel dat je opnieuw moet beginnen? Nou ja. Kijk, er komen wel meer dingen bij kijken. Die toegangstesten, toch een stukje kaartverkoop. Dat is even de vraag van, gaan de mensen... Is het dan spannend of mensen dat dan inderdaad... Ja. Als die een beetje die vrijblijvendheid en die als dat weg is... Of mensen dan toch komen? Ja. Registratie in feite krijgen nu, hè, van een van de mensen. Ja. Kijk, en overdag, het programma overdag is dan niet met toegangkaart. Het is alleen voor... S'avonds, voor het feest. Maar wel overdag, wel testen voor toegang. Voor iedereen die op het terrein moet komen. Dat wel. We gaan even om de sfeer te proeven van hoe het was voor corona. Want we gaan even voor de duidelijkheid naar beelden kijken. Toen corona nog niet in het land was, toen we nog geen maatregelen hadden. Gaan we even kijken naar een filmpje van een paar jaar geleden. Even zwaaien naar de fotograaf, jongens. Handjes door het ding. Oké, super, dankjewel. Op de maat van de muziek. Terre brûlée au vent des landes de guerre. Autour des lacs, c'est pour les vivants. Kom op, handjes de lucht in. Le carnaval. Kom op, kom op, kom op. Des nuages noirs qui viennent. We gaan nog een beetje springen. Ja mannen, leuk om even te zien zo'n filmpje. Herken het bijna niet meer terug, die tijden dat je zo tegen elkaar aan staat te dansen en te feesten. Gaat het ooit nog een keer, gaan we nog een keer zo kunnen feesten, denken jullie? Hopen van wel, want anders dan wordt het droevig iets natuurlijk droevig altijd. Ja, een droevig gebeuren. Ja, nou ja, we gaan er inderdaad van uit. Even terug naar die organisatie. Jullie geven aan, het terrein moet helemaal afgezet worden. Er moet natuurlijk van alles georganiseerd worden de hele dag. Dat doen jullie niet alleen, denk ik. Nee. Nee. Wie of wat is de club, zeg maar, die de vestingsfeesten organiseert en die dag mede mogelijk maakt, zeg maar? Ja, een vrijwilligers. Ja. Kijk, wij maken de plannen. We doen zelf ook veel werk eraan. Maar we hebben best wel al vrijwilligers die bereid zijn om te komen helpen. Maar ja, goed, we hebben er... Wat zijn dingen die waar je handjes voor nodig hebt, zeg maar? Podium bouwen, dranghekken zetten. Die bouwwerken zetten. Tenten opbouwen, bars erin. Noem maar op, koelingen erin. Ja. Vele handen maken lichtwerk. En dan op de dagen zelf natuurlijk die toegangscontrole. Mag je die zelf doen? Ja. Ja. Wat is daar, als ik zo nieuwsgierig moet zijn, wat is het systeem? Moeten mensen echt een... werkt het ook met zo'n die code? Ja, QR-code en dan scannen en dan goed kijken of die wel geldig is. Ja, ja, precies. Dat is ook niet opmogelijk. Of er niet gesjoemeld is of er niet in een slimmerik en hulst... Waarschijnlijk zijn die er wel zijn, maar... Ja. Nee, maar goed, daar hebben veel mensen voor nodig. Dus goed, ieder die iets bij wil dragen, die is van harte welkom. Van harte welkom. Die kunnen zich melden bij jullie misschien wellicht via de mail, via Facebook, via website. Website, Facebook, bellen, alles kan. Op de website staat alle informatie die nodig is. Hoe zien die dagen er voor jullie zelf uit? Wat zijn jullie taken zo tijdens? Of laten jullie het op dat moment los en is het gewoon ook meevesten? Nee, voor ons is het...
S'morgens vroeg opstaan in ieder geval. En heel laat naar bed. Ja. En doorhalen. Ja. Doorhalen. Ja. Ja. Maar hebben jullie zeg maar wel bepaalde taken? Ja. Dingen die altijd. Ja, Gerard die is dan de veiligheidscoördinator. Met, die staat in contact met politie en de veiligheidsdienst. Ik, ja, bijvoorbeeld ook met het checken van het weer bijvoorbeeld. We staan dus ook in contact met een weerman. Als het weer weg is. Dat, dan moet je van tevoren toch allemaal over nadenken. Dat staat allemaal omschreven in een... draaiboek. Ja. Draaiboek, ja. Dat is jouw taak? Ja, ik doe de bar en het podium. Dat soort dingen coördineren. Kijk, en zo had ieder zijn taken wel. Ieder zijn rol. Ja, en Mathieu, die er nu ook pas bij is, die doet de communicatie. Die doet de website onderhouden, Facebook onderhouden. Die zal ook op die dagen de presentatie doen. Aankondigen van artiesten en dat soort dingen. Ja. Maar de dagen daarvoor, dat zijn voor ons ook zware dagen. Ja. Podium opbouwen, 's morgens om 6 uur beginnen we. En dan tot het klaar is. Ja, ja. Dus dat begon op donderdag al, hè? Donderdag beginnen we al. Ja. Ja. En nu willen we eigenlijk op woensdagavond al beginnen met opbouwen, dranghekken zetten, terrein afzetten. Ja, omdat het toch natuurlijk iets meer... Groter terrein is, dan moeten we iets meer, iets meer tijd nodig. Ja. Nou, jullie vertelden net al, het is het derde jaar dus eigenlijk nu eigenlijk dat je echt de vestingsfeesten organiseert. Ja. Hoe ziet het er over 5 jaar uit als jullie je stoute schoenen aantrekken en eens even van waar gaat het naartoe wat jullie betreft? Ja, kijk, wat ons... Jij bent ambitieus, Stefan. Ja. Je hebt vast wel iets in je hoofd. Ik heb wel iets in mijn hoofd, maar ik zeg het, voor mij zou het mooiste zijn dat gewoon elke inwoner van de gemeente Ulst die er echt naar uit zit te kijken om naar dat feest, om er een onderdeel van uit te maken. Het zij met het toneel of met een bandje of een individuele zanger of een kunstenaar dat je gewoon... je talenten kunnen in dat weekend kunnen laten zien aan iedereen. Ja, dus wel echt dat het ook voor de Hulsenaar podium geven. Ja, het hoeft niet alleen die feesten te zijn, maar ja, nu wel, want nu kunnen we niet anders. Maar en hoe zou dat er dan uitzien? Ja, dan gewoon ook zaterdags en zondags die markt de straten vol hebt met kraampjes, met mensen die gewoon iets kunnen en iets straattoneel mag ook. Ik bedoel, wat je wil, een dansgroep, dat soort dingen. Ja. Dus als je iets kan, dan mag het. En dan s'avonds afsluiten met een groot feest. Ja. Dat is jou, Gerard, heb jij wilde plannen? Nou goed, het mooiste zou natuurlijk zijn dat je al heel bekende artiesten kan krijgen in Nederland. En dan krijg je nog veel meer mensen op de been natuurlijk. Hè. Noem je zo eens iemand die je zo wel heel graag in de line-up zou willen hebben? Nou goed, bijvoorbeeld een André Hazes, Frans Bauer, dat genre. Ja, ja. Nee, dus dan krijg je toch al een ander publiek ook op je terrein. Ja. Ja, vorig jaar hadden we dingen geboekt, Martijn Fischer. Oh ja, nou, dan kom je al in de buurt van Hazes. Ja, goed, dat was dan samen met de jongens. Maar ja, dit jaar was dat niet haalbaar om dat te organiseren. Dus je moet op een gegeven moment keuzes maken. En dat is wel een beetje in de hoek waar we in zoeken. Ja. Ieder jaar een stapje hoger is de bedoeling eigenlijk, laat het zo zijn. Ja, rustig aan. Rustig aan. Ja, maar wel, ja, ik zeg het... Voor iedereen ook. Ja. Dus je noemt duidelijk dat je wilt dat het iets voor alle Hulsenaren wordt. Ja. Hoe kunnen we dat organiseren? Ja. Hoe kunnen we nou zorgen dat de komende jaren dat de Hulsenaren die zich aanmelden, die ideeën hebben, die zich aanmelden? Ja. Hoe zie je dat voor je? Kijk, we hebben nu die kaartverkoop gedaan. Dus we kunnen per avond hebben we €2,50 opstaan. Dus inclusief boekingskosten, dat is gewoon een ludiek bedrag, maar dan kunnen wij wel. Ja, voelen en weten hoeveel mensen interesse hebben en hoeveel en kunnen we zeggen van het is uitverkocht als het uitverkocht is. Ja. We kunnen ook een ticket aanbieden. Dat kom ik op de website, dat kost €10. Voor de 2 dagen als een combi-ticket. Zou je zeggen, ja, 2 keer 50 is €5. Maar die €10 staat, dan ben je ook vriend van de vestingfeesten. En aan die vriendenactie hangt elk jaar een loterij. Dus dan doen we. Vorige keer hadden we een weekend naar een park in Katzaand. Ja. Televisie. Televisie, een fiets, een kar met boodschappen, een ballonvluchten. Die worden dan verloot onder de vrienden die dus per jaar een tientje doneren, zeg maar, om die feesten te kunnen organiseren. En dat is eigenlijk een beetje, dan ben je toch onderdeel van.
Ja. Ik ken vele mensen die dat zouden doen. Ja, daar kun je wel iets leuks mee doen. Ja, en dan uiteindelijk is zo'n 10 euro is natuurlijk nog maar een bedrag van niks. Nee, daarom. En dan doe je toch meer samen. Ja. Dan kun je wat meer mogelijk maken. En dan die mensen worden ook geïnformeerd van tevoren. Voor de artiesten komen. We krijgen regelmatig nieuwsbrief. Dus dan, dan ben je toch meer bij betrokken. Meer bij betrokken, hè? Ja. Misschien nog een keer noemen. Als mensen nog kaarten willen bestellen, waar moeten ze dan heen? Dan moeten ze mee naar de website van Hulster Vestingfeesten. .nl. Ja. Facebook. Facebook kan ook. Heeft Mathieu dus allemaal geregeld. Ja. Dat mensen zich kunnen vinden. Ja. Moet dus wel even een kaartje gekocht worden. En dat heeft te maken met dus het testen voor toegang. Dat je even gecontroleerd moet worden voordat je terrein hebt. Nou mannen, ik wens jullie een hele mooie editie van dit jaar. En daarna hoop ik natuurlijk de komende jaren. Ja. Dat jullie er iets heel groots en moois voor Hulst van gaan maken. Dankjewel voor het gesprek. En mensen thuis natuurlijk bedankt voor het kijken. En ik zie u graag volgende week weer. Dankjewel.